Welkom bij de Week Van en dit zijn de allerleukste fragmenten van deze week. De temperatuur overdag is maandag nog maar 10 à 11 graden. En in de nacht naar dinsdag is zelfs nachtvorst mogelijk. Oh. En kon het wel weer eens autoruiten karabbo. Oh, ja. Ga ik ook iets helder even over de tuin zetten. Ja, en laat je jacuzzi leeglopen. Dames en heren. Ja, als je opblaasbaar dingen hebt, die kunnen dus niet tegen vorst. En vergeet niet dat de tennisbaan ook even in de winterstand gezet moet worden. Jezus, Lord. Het is een opblaasbaar badje, hè? Hallo. Ze is zo gebogen. Ja, ze is zo gebogen gebleven. Niet. Maar het kan je nog branden. Landen met de helikopter met je vorst? Ik zet ook zachtjes even iets aan in de wijnkelder. Ik laat de beveiliging binnenslaan. We zitten er weer niet bij, Sander. We zitten er weer niet bij. En ik weet dat jij van ons twee nog het meeste best doet om erbij te horen. Stephen Youth for Christ. Nee. Nee, we zijn niet genomineerd voor de titel Esquire Best Geklede Man van het Jaar. Terwijl, ja, met alle respect, wij zien er toch altijd goed uit, hè? Oh, kijk, ja. Godverdomme! Kut! Wat gebeurt er? Kut! De prullenbak wordt hier tegen de vlakte geschopt. Maar dan moet je vast een rijtje hebben van grote namen die hier wel bij staan. Heb ik voor je. Heb ik voor je. Mark Rutte, Sjoerd Deelder. Kom maar door. Frank van der Lende. Ja. Willem de Bruin van Opposit. Ja. Pieter de Waard. Is de voorzitter van Telstar. Ik heb hem ook even moeten opzoeken, hoor. Maar wat dacht je van, hey, Splinter Chabot? Jezus Christus! Ga door met die enorm interessante lijst. Edson Sabayo? Nee! Ga door. Young Felix? Nou, als je nou nog met een oud voetballer komt, word ik helemaal gek. En Kenneth Perez? Nee! Krijgen wij klachten van de bovenburen? Van Radio Veronica? Dat wij te hard staan? Dat is toch ook wat, hè? De enige plek op moeder aarde waar ik me nog veilig waande, waar ik het zo hard kon afdraaien als het maar zijn kon. Maar dat is niet het geval dus. Dus nu moet ik met de boksen uit de radio maken. Oh, iets zachter. Oké. Was die boos ook? Nee. Oké. Nou, ga dan. Dan kan ik de boksen namelijk weer lekker hard aanzetten. Ja, maar dit toch is... Toch vind ik het schrijnend dat een vrouw die wat ouder wordt dan dus van tv wordt gehaald. Maar het heeft toch niks te maken met dat ze ouder is? Ja, ik denk wel. Maar er zijn toch geen mannen bij Hart van Nederland? Nee, maar mannen als die ouder worden, die kunnen gewoon op televisie blijven. En vrouwen die hoppatee, die zijn niet leuk meer om naar te kijken. Ja, nou, maar ze ook kunnen zeggen dat het positieve discriminatie is omdat er alleen maar vrouwen te zien zijn bij Hart van Nederland. Nou, ik denk dat er genoeg nieuwsrubrieken zijn waar mannen veel te zien zijn. Ik geef een koffie aan. Heb ik die rol ook meteen ingevuld? Het is zo jammer dat je die kon zien, maar drie mannen gingen achterover leunen, armpjes over elkaar. Dus even naar de dames kijken hoe dit afliep. Hoe is het op de weg, Jelt? Het is hartstikke druk. Allemaal mannen, hè, onderweg. Laten we Hey, en er is nog iets wat we met je moeten bespreken, Frank. Oh nee. Ja, het is serieus waar. Ja. Kijk, Frank, je bent een man. Je bent niet heel veel op kantoor. Maar je bent er wel. Hij is er vooral vroeg, hè? Vroeg. En ja, dan blijft hij nog even hangen. Ja. Maar wij bellen wel eens bij jullie op kantoor. Want wij zijn natuurlijk in de middag. En dan is het bij jullie allemaal leeg. Er zit er nog één meisje heel zielig een beetje internet bij te houden. Wij zijn buren, dat moet ook gezegd worden. Ja, we zijn buren. Ja. Maar wij lopen bij jou af en toe dat kantoor binnen. En dan breekt het huilen ons uit, Frank. Ja. Je bent een man die houdt van flora en fauna. Ja. We hebben Esvies, je kan het niet zien, Frank. Maar we hebben even de planten van jullie redactie meegenomen hier naar de studio. Zodat iedereen kan zien hoe de ochtendshow van Radio 538 met zijn planten omgaat. Frank, dit kan niet waar zijn. Maar wat is er aan de hand dan? Ik weet het echt niet. Die bladeren zijn bruiner dan de tanden van Jelmer. Hoe kan jij nou zeggen, wat is er aan de hand? Ik weet het echt niet. Dit kan niet. Kijk, dit zijn geen planten meer. Nee, we hebben drie overlijdensberichten. Dat zijn alle drie je planten. Kijk, Frank, het is radio, maar als een plant zo klinkt, is het niet goed. Ha ha ha!
Ik wist het echt niet. Is het echt zo erg? We kunnen een kleine suggestie doen. Ja, ja, ja. Koop een paar nieuwe planten en zorg even goed voor je. Ja. Kom ook bij ons op de redactie even kijken hoe het wel kan, Frank. Want dit is echt ongelooflijk.